Het is tegen 4:15 als de daders toeslaan. Met gasflessen proberen ze de pinautomaat op te blazen en te kraken. We hebben hier wel meer knallen dat er vullersbakken in de lucht gaan, maar dit was echt duidelijk een knal dat we zeggen, hier is wat anders aan de hand. En we zijn er ook gegaan en we hebben de rolluik omhoog gedaan. En dan hoorden we inderdaad rotzooi wegtrekken of nou ja, zoiets dachten we. En even daarna hoorden we ook nog een stuk of 7-8 knallen, wat leek op pistoolschoten. Waarvan de knallen afkomstig zijn is onduidelijk. Maar volgens de politie is er geen aanleiding om te denken dat er is geschoten. Na de mislukte kraak gaan de daders er vandoor. Op een gegeven moment hoorde mijn vrouw dat er een scootertje stond te draaien. Bij Pets Place voor de deur. En daar hoorden we mensen op weg gaan richting Gilderstraat. Geen buit dus, maar wel een grote ravage. De pinautomaat is verwoest door de explosie. En ook de naastgelegen winkel heeft flink wat schade opgelopen. Ik werd er net langs gereden en ik zag een paar schutjes staan. Dus ik heb wel begrepen dat er een ruit gesneuveld is. Nou, dat is een gewonnen, want het was echt een daverende gigantische klap. De daders zijn nog steeds wat vluchtig. De politie is op zoek naar getuigen.